Rafiek, jongen, laat me zien. Hoe trots ben je? Ja, apetrots. Dit is ons Brabant. Jongens, geniet mee met mij. Dit is een welverdiende overwinning van ons allemaal. Van heel Nederland, heel Armeens volk die mij vandaag gesteund heeft. Top, ik heb geen woorden meer. Jij bent uit de dood gerezen. 2 keer 8 tellen krijgen. Ik denk, dit komt niet meer goed. Dit was een ontzettend sterke jongen. En ik kon gewoon niet laten. Ik liep vol met de emoties en ik dacht, niemand kan mij deze titel ontnemen. Ik heb mijn leven lang voor gevochten en deze titel is en blijft voor mij. Ja. Kun je eens uittellen, wat gebeurt er met jou als je naar het canvas gaat, als je knock-out gaat? Je bent even op de grond. Het was niet echt aangeslagen, maar ik was ook meer een beetje uit balans. Maar die jongen sloeg ook natuurlijk heel hard. Het was een beersterke jongen. Die kon even boksen, ook nu een gewichtklasse hoger. Dus ja, die gewichtklasse verschillen voel je. Er zijn power shots. Ik ben geen mindere van power shots, maar dit heeft mij wel alles gekost. Ik moest alles uit de kast halen. Hij vocht vooral uit zijn dekking, hè? Ja, klopt. Hij was heel dicht, heel bekeken, heel getraind, opgetraind. Dus hij besparte zijn krachten en deed goed. Ja. Het is een wereldtitel, maar kunnen we zeggen dat dit pas het begin is voor jou? Inderdaad, zeker. Maar dit is wel een titel. Dit is wel een wereldtitel. Ik ga vol van genieten. En samen met mijn team gaan we verder kijken wat op de weg naar de top staat voor ons. Ja, je hebt hier zo lang van gedroomd, hè? Het is ook, je draagt het ook op aan je overleden vader, hè? Ja, zeker, zeker. Die droom hebben we samen gehad. Hij is helaas overleden aan al die stress die hij voor zijn gezin heeft moeten verdragen in Nederland. We zaten heel lang hier in Nederland en wisten niet of we mochten blijven of niet. Dus dat is zenuwslopend. En dat heeft mijn vader levenskosten gekost. En ja, het is wel een grote prijs geweest, maar eindelijk heeft zijn gezin nu rust. En dit is een beloning die ik nu aan hem overdraag. Ja. Mooi, terug naar Brabant. Dankjewel jongens, groeten. Bravo, bravo!